De Bachelor België ben ik op dit moment aan het kijken, YouTube-video's over maken. En uh, het is heel grappig, Amai. want het loopt tegelijkertijd met de Bachelor Nederland. En je ziet een wereld van verschil in hoe die twee gasten dat programma aanpakken. Echt? Ah. En hoe de ene heel erg de verantwoordelijkheid op zich neemt voor een mooie uitkomst, hoe de vrouwen zich ook voelen en heel erg meeneemt wat hun belangen daarin zijn. En hoe de andere bachelor letterlijk zegt, oh ja, die andere vrouwen hebben ook belangen natuurlijk in dit programma, maar ja, het gaat eigenlijk vooral... Wat ik wil en hoe ik erin sta en noem maar op. Wat helemaal niet voortkomt uit een soort kwaadaardig iets in hem, maar meer uit onzekerheid. En hoe hij is opgegroeid en hoe hij dat allemaal voor zich ziet. Maar dat is een heel boeiend iets. Daar is bijvoorbeeld een scène. daar gaan ze op groepsdaten met z'n vijven. En er is één vrouw met wie hij al gezoend heeft en die hij interessant vindt. Maar die vrouw die heeft zelf ook een beetje iets uh, negatiefs. En die zondert zich af van de groep, want ze voelt zich niet zo lekker. En dan gaat hij bij haar zitten en dan raakt ze in gesprek vervolgens blijft hij gewoon bij haar, afgezonderd op een boot, op een groepsdate. En dan vindt hij het gek dat de andere vier vrouwen niet hun best doen om hem daar weg te halen en met hem te gaan praten. Mm. Terwijl als je verantwoordelijkheid zou nemen in zo'n situatie, zou je daarop terugkijken en denken... ...oh ja, dat heb ik zelf niet zo anders aangepakt. Ik ben heel erg meegegaan in die negativiteit van die vrouw, in plaats van dat ik daar eventjes aandacht aan geef, keek hoe ik er kon helpen. En vervolgens zeg van, hé, hey, maar ik ben hier ook om anderen te ontmoeten. En daar weer naar terug te gaan. Maar dat zie je dan niet. En dat is iets wat ik heel veel zie bij mensen die de schuld als het ware altijd maar bij anderen neerleggen. Van ja, ik, ik, ik heb het beste met iedereen voor. Maar als je echt gaat kijken naar hun gedrag, zie je die vertaling daar niet in terug. Het is, ik heb het beste met andere mensen voor. Als zij toevallig iets doen wat het beste voor hen is. Maar ja, ik doe gewoon mijn leven leiden. En als jouw gedrag past bij datgene wat ik wil, ja dan hebben we geluk. Dan heb ik inderdaad het beste met jou voor. Maar zo niet, ja pech. En dat, uh, ik vind dat heel boeiend daarin, omdat het contrast zo ontzettend groot is. En om het dan terug te halen naar het begin van de podcast, waar we het over hadden: van datingadvies, hoe dat allemaal ontstaan is. Is dat ik het oude datingadvies heel erg herken in die Belgische Bachelor. Dus het draait om mij, wat ik wil in deze wereld, hoe ik daar ga komen. En wat de consequenties zijn van mijn acties voor andere mensen. Dat doet er niet zo toe. Want datgene wat ik wil is uh, mooi en dat is gerechtvaardigd. En als anderen daar iets anders bij denken, hebben ze pech. Ja. En uh, de idealiter is de het delen dat iets waar het nu om gaat. Van hey, heb idealen. Zorg dat je een mooi beeld hebt van het leven dat je wilt creëren. Maar wel altijd in ogen schouw van, wa, hoe laat ik de mensen achter die ik ontmoet? En wat is de impact van mijn gedrag op, op hen? Want als we dan bijvoorbeeld kijken naar push pull wat gewoon een trucje kan zijn om iets gedaan te krijgen bij iemand. Maar het kan ook iets zijn om een oprechte. Authentieke expressie van flirterige energie in een gesprek te brengen, waarbij je het moment zowel voor de andere persoon als voor jezelf naar een nieuw niveau tilt, door als het ware een voorzet te geven, zodat zij weer terug kunnen flirten en jou kunnen uitdagen. En dat is een soort van moeilijke balans, merk ik, in het hele delingadvies- en relatieadvieswereld, vooral bij mannen, dat als jij hier heel goed in wordt, dat je jezelf kunt verliezen in die. Hedonistische mindset van zoveel mogelijk plezier, validatie, seks, vrouwen. Uh, en, en dat een pad kan zijn wat je ja, eeuwig kunt blijven bewandelen. En dat zijn dan ook weer soms kerels die de vrouwen die bij ons komen tegenkomen. En waar ze over klagen van ja, ze willen alleen maar vluchtige contacten. Er zijn bijna geen mannen meer, vooral op latere leeftijd die geïnteresseerd zijn in relaties. Uh, het is allemaal maar via Tinder afspreken, thuis afspreken, noem maar op. Uh, en als het dan serieus blijkt. Te worden, dan gaan ze twijfelen en weten ze het opeens niet meer. En dat is volgens mij een, uh, een ding, een reden waarom ik het ook zeg. wat ik zelf ook wel ervaren heb, vooral met twintige, begin 20e jaren. van ja, er is een uh, hele duidelijke soort, soort beeld van. oké, okay, het bachelor bestaan. en veel vrouwen is ontzettend nice en dat gaat je, dat hoort bij succes. Terwijl de relatiekant, als het ware, vaak meer voorgeschoteld wordt als burgerlijk, wat saaier. Je hebt dan niet per se gewonnen in het leven. Dat merk je dan vooral bij mannen. Terwijl bij vrouwen het vaak ook weer juist is van zonder relatie ben je eigenlijk niet zoveel. Want dan ben je juist een loser en, en noem maar op. En ik vind dat ook een, een heel interessant verschil in de adviezen die we geven. Dat het bij vrouwen veel meer gericht is op het verkrijgen van een relatie. En bij heel veel mannen het veel meer gericht is... Op um, sociaal vrij zijn, vrouwen krijgen, dates kunnen regelen. Niet meer overigens. Bij ons is het wel interessant. We doen tegenwoordig ook polletjes waarin we vragen van hey, waar ben je naar op zoek. Bij gewoon klanten die bij Attraction Gym binnenkomen. En uh, merendeel zegt wel, ik ben gewoon wel op zoek naar een relatie. Maar toch hangt er wel zo'n beeld. En ik vind dat, uh, ik vind dat, 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 dat een heel interessant iets.